gaan we kijken naar evenwichten en we kijken naar slecht oplosbare zouten in water. En dat is ook een evenwicht. Als voorbeeld nemen we zilvercarbonaat. Je ziet hier vast zilvercarbonaat op de bodem liggen van een Erlenmeyer. En dat is slecht oplosbaar. Dat kunnen we opzoeken in onze BINAS 45A in de tabel. En daar staat een S bij. En slecht oplosbaar betekent minder dan 0,01 mol per liter lost dat op. Het lost dus wel een klein beetje op. Ja? Slecht oplosbaar betekent dus niet dat het niet oplost. Maar het lost heel slecht op, zoals de naam al zegt. Dus er gaan zilverionen komen in oplossing met carbonatenionen. En als die elkaar tegenkomen, dan slaan ze ook weer neer. En dan ontstaat er dan weer ruimte voor nieuwe zilver- en carbonatenionen om in oplossing te komen. Dat is dus een dynamisch evenwicht, zoals we het hier al eerder ook over hebben gehad. Goed, zoals ik zei, BINAS 45A, ja, het lost slecht op, minder dan een honderdste mol per liter. En dus kunnen we de maximale concentratie zilverionen kunnen we uitrekenen. Die is twee keer zo groot als mijn hoeveelheid zilvercarbonaat, als mijn molariteit van zilvercarbonaat. Dus mijn maximale zilverionen in de oplossing is 0,02 mol per liter. Is dit correct? Ja, met de gegevens die we hebben is dit correct. Het is echter niet nauwkeurig, want het kan veel beter. Ja. Hier zie je hoe ik verder ga met ditzelfde voorbeeld. Want we kunnen hier natuurlijk een evenwichtsvoorwaarde voor opstellen. Want het is een evenwicht. Ja. En het vaste zout hoort natuurlijk niet in de voorwaarden thuis. En dus hebben we twee termen houden we over. De concentratie zilverionen in het kwadraat keer de concentratie carbonatenionen. En dat kunnen we opzoeken in BINAS tabel. BINAS tabel 46. En dat is 8,5 keer 10 tot de macht min 12. Dus het product van deze twee, ja, is 8,5 maal 10 tot de macht min 12. Nou zouden we de hoeveelheid of de concentratie, de molariteit carbonatenionen op x kunnen stellen. En dan is de hoeveelheid zilverionen is dan 2x. Waarom niet andersom? Nou, dat kan natuurlijk. Dan stel ik dit op x, maar dan wordt mijn hoeveelheid carbonaat wordt een half x. En dat rekent wat lastig, ja, want dan gaan we die half, straks moeten we wortel trekken uit een half en dat is allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. Dus als je slim kiest, ja, dan kies je deze als x en dan wordt die 2x. En dan krijg ik een vrij eenvoudige wiskundige opdracht, namelijk 2x in het kwadraat keer x. Ja, dat is die 8,5 maal 10 tot de macht min 12. Als ik die haakjes uitwerk, dan komt er uiteindelijk uit dat 4x tot de derde is 8,5 maal 10 tot de macht min 12. En via twee stappen kom ik eruit, ja, dat x is 1,3 maal 10 tot de macht min 4. Dat is dus x. Dan moet ik nog even uitrekenen wat is mijn zilverion-gehalte, ja, of mijn concentratie. Dat was 2x, dus dat moet ik keer 2 doen. Dus uiteindelijk kom ik op 2,6 of 2,57 maal 10 tot de macht min 4 mol per liter. Ja. Klopt dit? Ja, want het is het maximum wat we net hebben gezien was 200ste mol per liter. Dit zit er ver onder. Ja, dus die 200ste mol per liter is groter dan dit. Ja, maar het scheelt wel bijna een factor 100. Dus met behulp van die oplosbaarheidsproducten in BINAS 46, ja, er staat een heel rijtje voor allerlei verschillende zouten. Met behulp van deze oplosbaarheidsproducten kunnen we veel nauwkeuriger de concentratie ionen in oplossing berekenen, ja, dan met behulp van die tabel 45A. Ook hoop dat dit duidelijk is. Ja, ook een beetje rekenen met x, dat dat duidelijk is. Dat kunnen we dus doen, ja, ook in evenwichtssituaties. Ja. Misschien dat een van mijn andere filmpjes, dat je even terug wil kijken hoe gaat het ook alweer met die evenwichten. Wie weet wil je subscriben. En als je on-topic comments hebt, hoor ik ze graag. Vragen, wie weet kan ik je helpen. Heel veel succes! Welkom! Mijn batterij is bijna op.